Grasshoppers. Maar dat is het wel. De rest vooral actief in eigen land. Er is te veel tijd genomen door Mopoku. Bakambu herover de bal. Bakambu. En een nuttige ingreep. Centraal achterin. Cedric Bakambu speelt momenteel in China. Er is de corner, die wordt weggewerkt voordat Liu Dama het hoofd in actie kon komen. Muzinga in de vierde corner voor Congo. Daar bijna Bakambu. Jibor en Johnson nog altijd in overleg. Het wordt een poging ineens. Maar niet noemenswaardig. De vrije trap is al genomen. De regisseur was nog druk bezig met het in beeld brengen van de coaches. Mopoku schijnbaar kansrijk met het hoofd. En het was Mbemba. Bolasie. Muzinga. Hier zit wat in. Goed verdedigd. En je ziet ook de mooie reactie. Vijfde corner al voor Congo. Weggewerkt door McConnell. Swin. Tisdel. Terrence Tisdel. En daar de kans voor Johnson. En die bal wordt nog gekeerd door Matampi. Gevaarlijkste moment van de wedstrijd. Sam Johnson had hier zijn derde interland goal kunnen maken. Voorbereidende werk is uitstekend van die debutant. Terrence Tisdel legt hem goed klaar. Luyen Dama maakte Johnson nog wel enigszins lastig. En dat is net voldoende. De corner wat minder gevaarlijk. Rust op voorsprong komen. Maar Tempi komt uit zijn doel. Heeft hem nipt. Het doel is nu niet helemaal leeg. En dus is Matempi daar wel nog. Aanval gaat gewoon verder. Inderdaad. Sterker nog. Die bal die gaat er bijna heen. De regisseur zag... Bolasie heeft wat ruimte nu voor een actie. Eventjes is de dubbele dekking gezien. En Bolasie sleept er nog een corner uit. Muzinga, ja, breng hem nog maar een keer in. Zoveel tijd is er niet. Het is wel een aardige bal. Mopoku. Dit ziet er dreigend uit. Mopoku. Daar Luyen Dama. Tisserand kan in tweede instantie koppen. En ze weten hem uiteindelijk weg te werken bij Liberia. Een redelijke chaos en dan nog één tegenstoot van de gasten. En dat ziet er gevaarlijk uit met Jibor. Het venijn zit hem in de staart van de eerste helft wat dat betreft. Op rechts de ruimte bij Tisdel. Kijk naar die Sintelman ook achter het doel van Liberia. Zijknat. Mopoku steekt er bijna Bolasie weg. Bakambu goed verlengd. Dit moet hem zijn voor Congo en het is hem niet. De lat. Wat een enorme mogelijkheid. En volgens mij was hij voor Mopoku.
Hier is hij weer. Bakambu voor het doel. Mopoku binnendoor. Op links de ruimte voor Bolasi. Daar zou die bal naartoe moeten. Geen overzicht. Bij Mbemba. Liberia opent een klein beetje de poort achterin. Waar ze de eerste helft de boel nog goed op slot hielden. Doet toch wel twee keer. Een beetje dreiging. Daar komen ze weer. Bakambu geen buitenspel. Kan zo doorlopen. Heeft de ploeggenoot ter ondersteuning. Doet het alleen en het is raak. Cedric Bakambu. En luister naar het publiek. Al vreugde in optima forma. 80.000 fans die uit hun plaat gaan. De wissel ondertussen bij Liberia. In Liberia gooide het al een beetje open achterin. Thea Dennis heft buiten spel op. En Bakambu rond rustig af. Keeper reageert ook een beetje frappant. Duikt niet eens. En Cedric Bakambu met zijn derde en tot nu toe belangrijkste treffer bij de kwalificatiepool. Dit de invaller aan de zijde van Liberia, Sylvanus Numeli. Hoe werkt weg? Nog een keer ingebracht en daar is wat ruimte. Oh, 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 dat was een kans voor die invaller. Numeli. Als hij zijn vooraf tegen die bal had gezet. Mopoku, de aangewezen man voor deze vrije trap. Het is ver, maar hij krijgt hem nog knap richting doel. Williams op zijn post. Bijzondere corner. En dit zijn toch momentjes die onnodig zijn en voor onnodig gevaar kunnen zorgen. Dit lijkt ook nergens op. Die Numeli wilde zijn fout van zojuist goed zetten, die gemiste kans. Op deze wijze doe je dat niet bepaald. Ils sont forcément tendus, il n'y a pas de matelas d'avance, on ne peut pas fêter ça encore. Et peut-être le deuxième but sur ce coup-là, le débordement de Mecha Kelia. Le ballon touché de la main par Joel Johnson, était-il dans la surface de réparation? Non. Il a eu chaud, Joel Johnson. C'est un beau coup franc à jouer pour les Léopards. Il y a évidemment beaucoup de prudence parce qu'ils sont encore traumatisés hein, tous par l'élimination douloureuse de la Coupe du Monde en Russie. Ici même, lors de la cinquième et avant-dernière journée, il y avait eu deux buts partout contre la Tunisie. Donc beaucoup de prudence à l'entame de ces dernières minutes. Le coup franc, il est joué, c'est claqué. Reprise de Tisserand. Qui a heurté le poteau, alors visiblement il ne l'a pas touché ce ballon là, Ashley Williams. Mais c'était bien joué de la part de Trésor Mputu, encore une fois. Franc rasant, vicieux. Et la reprise qui vient frôler, on va dire. Le poteau. C'est vraiment une balle de but, hein. Non, même pas. Passe à côté de la compagne, Ashley Williams.